Het is de wil van God. Wil voor jou om in gezondheid, overvloed, vrede, toekomst en hoop te leven, zonder te lijden. Hier is een basisuitleg over waar lijden vandaan komt en hoe je gered kunt worden, op basis van het woord van God in de Bijbel. Toen de eerste man, Adam, zondigde tegen de wil van God, erfde men door hem de zonde en bleef zondigen, en het loon van de zonde is de dood. De enige manier waarop God zich met de mensheid kon verzoenen, was door de straf voor de zonde van de man op zichzelf te nemen. Daarom zond God zijn zoon Jezus Christus naar de aarde. Hij werd geboren in een lichaam ontworpen door de Heilige Geest, door de maagd Maria. Hij zondigde niet, deed goede daden onder de mensen, toonde tekenen en wonderen van genezing, bevrijding, verrijzenis. Zij toonde hoe we moeten leven. Hij leed ons aan het kruis, betaalde de straf voor onze zonde met zijn bloed, stierf, werd begraven, stond op de derde dag op, werd naar de hemel gebracht. Hij leeft en zal weer terugkeren. Door zijn daad aan het kruis heeft Jezus Christus ons met God verzoend, ons van de duivel verlost, ons gerechtvaardigd, ons redding en eeuwig leven gegeven. Hij heeft ons bevrijd van pijn, ziekte, lijden, vloeken. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven om ons te helpen, ons te troosten, ons te leiden naar een geheiligd leven met de bescherming van God. Het goede nieuws is dat Jezus Christus kwam, deed de wil van God. Zijn leven voor jou gaf om echt te leven en wanneer je deze wereld verlaat, in plaats van de eeuwige dood, om eeuwig leven in eenheid met God te ontvangen. Als je gelooft en ontvangt dit blije nieuws in je hart, door de genade van God word je een kind van God. Je kunt gered worden van de straf voor jouw zonde, van dood en lijden, als jij Jezus Christus nadert met oprecht gebed. Een kort gebed zegt in vrede, met geloof. Tot de Heer spreekt vanuit je hart, hij hoort je. Jezus Christus, ik beken en ben eens met wat er geschreven wordt, dat ik een zondaar ben. Ik heb berouw en ik doe afstand van zonde. Ik geloof dat u de Zoon van God bent, die voor iedereen en voor mij stierf. Voor mijn zonde en dat God u uit de dood heeft opgewekt. Wees alstublieft mijn Heer. Leid mij. Regel met mij mijn leven, gezondheid, familie, alles wat voor mij is. Dank u en eer aan u, Heer Jezus Christus. Als je dit vanuit je hart hebt gedaan, oprecht, je bent een kind van God geworden. En je hebt het geschenk van redding en eeuwig leven ontvangen. De Heilige Geest is in je hart binnengekomen. Vervulde het met de liefde van God. En hielp en leidde je om de oude, zondige manier van leven te verlaten. En om een nieuwe te beginnen. Met gebed tot de Heer en het lezen van de Heilige Schrift, de Bijbel. In de gemeenschap met andere gelovigen, geleid door de Heilige Geest. Deze oproep is gericht aan alle mensen op aarde. Ieder mens zou hem zo snel mogelijk moeten accepteren. Want volgens de Bijbelse voorspellingen zal Jezus Christus spoedig komen om zijn volk, dood en levend, met geloof in hun hart, mee te nemen om in de eeuwigheid samen te zijn, in onvergankelijke lichamen. En dan zal de toorn van God, uitgedrukt door verschillende vormen van lijden op aarde, heersen. Maak deze keuze dus zo snel mogelijk en moedig uw dierbaren aan om het ook te maken, zodat jullie voor altijd samen zullen zijn en de dood zal nooit jullie scheiden. Dank en ere zij God.